Welkom bij Hayes Triangle Talk. Voor ons inmiddels derde seizoen dachten we eens iets speciaals te doen. We staan hier vandaag in het mooie gebouw van het Stripmuseum in Brussel, waar momenteel de Total Workforce Summit plaatsvindt, een uh, samenwerking tussen Nexconomy en Hayes Belgium. Tijdens deze summit praten bedrijfsleiders en arbeidsmarkt-experts over de Total Workforce en outsourcing solutions zoals een RPO MSP VMS. Klinkt dat niet helemaal bekend in de oren? Geen probleem. Onze gasten van vandaag zullen met heel veel plezier uitleggen wat het allemaal inhoudt. Ann, Robbie, welkom in het Instripmuseum in Brussel. Bedankt om uh, willen deel te nemen aan onze podcast, het derde seizoen ondertussen. Uh, we gaan er meteen invliegen. vliegen. Uh, en Ann, ik begin bij jou. Um, je hebt in 2022 met Exconomy gepraat over flexicurity, een interessant concept. Maar kan je even toelichten wat het, wat het precies inhoudt? Jazeker, dat is het, het fantastische samengaan van, enerzijds flexibility en anderzijds security. Dus wat betekent dat? Dat men. Um, er is nood aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Uh, dat klopt, maar achterliggend krijgt de werknemer in kwestie krijgt eigenlijk een langer contract of een contract onbepaalde duur, zodanig dat hij uh, dat eigenlijk verschillende werkervaringen kan combineren achtereenvolgend. Uh, en dan bijvoorbeeld voor jongere mensen is dat vaak het geval, kan hij dan een keuze maken waar hij zich het meeste thuis voelt. Dus en die, ja, die flexicurity geeft ook uh, aanleiding tot uh, het, het vormen van pools van, van, van goed opgeleide mensen. Want men, als men langere contracten geeft, dan is er ook meer tijd om op te leiden en om een aantal um, ja, competenties helemaal op punt te zetten. Dus dat is eigenlijk een win-win-win, zowel voor de werknemer, voor um, ja, de provider, uiteraard, maar vooral ook voor het klantbedrijf, waar dan um, die, die hoogopgeleide mensen of die goed opgeleide mensen, want dit gaat. Het gaat niet alleen om hoogopgeleide, maar goed opgeleide mensen uh, kunnen uh, taken uitvoeren. Ik denk dat er een link is ook met, uh, met Denemarken, want ik denk dat er al, uh, toch al een tiental jaar uh, die term toch al gebruikt wordt uh, in, in debatten, en ook in, in politieke discussies. Um, het is inderdaad wel zo dat uh, er vooral ook gekeken wordt naar een tewerkstellingsgraad. Um, en dan ja, ergens te kijken, wat is de situatie hier in, in België? Dus als ik kijk naar Denemarken, is. 80% procent, uh, tussen de 20- en 64-jarigen aan het werk. Dus in België zitten wij voorlopig vandaag rond de 70%. Procent. Wat dus betekent dat we daar nog een, een weg te gaan hebben. En die uh, flex security is, is inderdaad die, ook die zekerheid, uh, maar vraagt ook ergens een bepaalde... Um, begeleiding van van uh, van iemand die bijvoorbeeld ook werkloos is of, of iemand die uh, die op zoek is naar werk en in Denemarken zou toch wel blijken dat uh, zelfs in elke gemeente ook een soort jobcenter aanwezig is uh, waarbij die mensen en de, dus die die werkzoekenden echt begeleid worden schrijven van een cv uh, maar anderzijds ook wel dat de de opdrachtgever of de werkgever die dan openstaat om uh, iemand daarvoor uh, voor aan te werven, meestal in tijdelijk verband. Ja, dat die verwachtingen wel gemanaged ook worden door het jobcentrum. Om te zeggen van kijk, ja, oké, okay, uh, het is nog niet perfect tweetalig of, of spreekt nog niet uh, de moedertaal, maar door te leren, door te werken, door in een werkomgeving te zijn, ja, kan dat wel eventueel ook wel uh, ter plaatse aangeleerd worden. Uh, en ik denk dat uh, activering heel belangrijk is. Maar in Denemarken ook wel ja, zo'n bepaalde sanctionering. Hè? Dus als mensen eh, na een verloop van tijd niet ingaan op, op sollicitatiegesprekken eh, aanwezig te zijn of, of recurrent jobaanbiedingen weigeren, dat er ook wel tijdens het traject eh, effectief ook wordt afgesproken rond een aantal mijlpalen van oké. Okay, eh, en ik dacht dat dat twee jaar was. Dus als iemand twee jaar in Denemarken werkloos is, dat er... En, ja, continu eigenlijk jobs weigeren, dat, dat is dan ook overgaan tot een minimumloon. Dus dat is ergens een beetje die flexibiliteit geven aan de kant van de werknemer, werkgever, maar ook ergens iets daarvoor terugvragen. En ik denk dat dan ook wel de brug naar, naar vorming Levenslang leren, dat is ook al heel vaak als thema naar voren gekomen. En heel belangrijk, want een kandidaat kan uh, bepaalde skills nog niet hebben door de omstandigheden waar die persoon is opgegroeid of, of, of background. Maar door zo'n traject te gaan doen, ja, kan dat wel ontdekt worden. En kan er ook op geïnvesteerd worden ja. via inderdaad uh, opleidingen die ja. nog gratis worden aangeboden. Ja. Okay. Als ik nog een voorbeeldje mag geven van, van het concept van Flex Security, wij willen heel graag. Um, contracten onbepaalde duur in uitzendarbeid kunnen geven. Mm -hmm. Dus momenteel zijn het meestal kortere contracten, contracten bepaalde duur. Maar wij denken dat er ook toekomst zit in het geven van contracten onbepaalde duur in uitzendarbeid. Precies om bijvoorbeeld jonge mensen, hoger opgeleid uh, of met bepaalde skills, te laten kiezen en te laten ervaren. welke bedrijfscultuur hen het meeste ligt en welke richting ze uiteindelijk uit willen. Ja. Dus en daarvoor willen we dat ook combineren met dus verschillende. Opdrachten met achterliggend een contract onbepaalde duur, ook in uitzendarbeid. Ja. ja, ik ben er ook absoluut voorstander van, want als schoolverlater krijgt je wel een, een bagage op in je rugzak, maar uiteindelijk is het toch heel moeilijk om in te schatten of het inderdaad wel de sector is dat u ligt of ook uh, inderdaad de werkomgeving en dat dat heeft wat tijd nodig en investeren langs beide kanten. En ik denk dat die optie wel een heel belangrijke is om dat te kunnen aanbieden via uitzendarbeid. En je merkt wel bij schoolverlaters dat dat de dergelijke contractvorm, als dat goed gefundeerd wordt, dat dat inderdaad wel een, een goede oplossing is. Ja. Een ander concept waar ik aan denk, uh, aan zijn transitietrajecten. Um, is dat vergelijkbaar met of, of past dat in, in, in de context van die flexicurity of is dat iets totaal anders? Wel, dit noemen wij niet onmiddellijk flexicurity, maar natuurlijk, um, allee, het, het, het kan er ook onder gecatalogeerd worden, maar misschien eerst even uitleggen wat een transitietraject is. Dat is eigenlijk het samengaan van een intensieve begeleiding met eventueel een aspect opleiding en gevolgd door een transitietraject. Uitzendcontract, waar je dan eigenlijk um, kan gaan proeven bij een andere werkgever van hoe het zou zijn om daar te werkgesteld te zijn. Dus wij denken dat dat in heel veel contexten zou kunnen uh, toegepast worden. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die bedreigd zijn met een ontslag, die bijvoorbeeld zoals in de banken niet meer het juiste profiel hebben om op lange termijn um, aan het werk, aan de slag te blijven. Daar denken wij dat zo'n intensieve begeleiding en een transitietraject een oplossing kan zijn om die mensen te heroriënteren. Dus wij willen ook af van het systeem waar, we, waar je altijd eerst ontslagen wordt dat is een zwaar stigma. Voor de werknemer. Ja. Daarna krijg je een zak geld. Dan ga je naar de, de RVA. Daar krijg je uitkeringen. En bij velen is het toch zo: als het geld op is, gaat men terug naar de arbeidsmarkt. Dat is volgens ons niet de juiste formule. En wij willen eigenlijk mensen laten een warme overdracht doen van één werkgever naar een andere, zonder altijd langs uitkeringen te passeren. Mm -hmm. We zitten in een krappe arbeidsmarkt en er zijn heel veel kansen voor iedereen op dit moment. Mm -hmm. Dus wij willen trouwens die transitietrajecten ook toepassen voor langdurig zieken, omdat we er ook van overtuigd zijn. We hebben, zoals u weet, een groot aantal langdurig zieken. En wij vinden dat men tegenwoordig veel te veel de zieken of de ex zieke terug wil duwen naar de huidige werkgever, terwijl dat daar nu net misschien een probleem is ontstaan of een conflict uh, bestond en daarom willen wij via transitietrajecten ook de langdurig zieken laten proeven van tewerkstellingen in andere bedrijven, andere sectoren en op die manier die mobiliteit op de arbeidsmarkt organiseren en ervoor zorgen dat het gewoon iedereen op de juiste plaats terechtkomt. Nou. Ik denk dat ook inderdaad wel een aantal regels binnen de huidige arbeidswetgeving ook dan wel moeten overstegen worden. En een belangrijk dialoog tussen werkgevers en werknemersorganisaties moet, moet plaatsvinden. Ik denk dat soms ook wel de politieke wil ook hierin een, een belangrijke zal zijn. En, maar ik ben volledig akkoord um, dat met aan dat eigenlijk uh, ja, een, een ontslag, soms gewild of ongewild, uh, ja, heel veel negativiteit en, en ook best wel ook zwaar kost voor, voor werkgevers. Eh? Ook ook Overheden, um, dat dat eigenlijk wel het uh, ideale scenario is, ja. En Robby, ik kan er ook aan toevoegen ja. dat um, er is inderdaad nog wat wetgevend werk is, maar um, het concept van transitietrajecten staat nu ook al in de wetgeving. Ja. Uh, alleen willen we naar een volgende regering dat de toepassingsmogelijkheden nog worden uitgebreid. Aha. Maar het is er iets verankerd dus en dat was dan de eerste stap. Oké. Okay. Okay. Ja. Uh, heel kort, naar wat zouden jullie het willen uitbreiden? Of wat zien jullie nog? Uh... Wel, we willen het uitbreiden naar... Uh, nu is, eigenlijk de, ja, is het heel warrig geformuleerd, als ik het zo mag zeggen, in de wetgeving. En we willen veel meer situaties dekken. Uh, bijvoorbeeld als iemand een verbrekingsvergoeding zou krijgen uh, of, uh, of een opzegtermijn... Dus de opzegtermijn is nu al voorzien, maar we willen ook voor het ontslag al kunnen transitietraject in gang zetten. De werknemer, voor alle duidelijkheid, hoeft daar financieel aan niets in te boeten. Dat is niet onze doelstelling, maar we willen alleen maar die mobiliteit op de arbeidsmarkt organiseren en ervoor zorgen dat men van werk naar werk gaat en niet van werk naar uitkeringen naar werk. Dus, en dan de langdurig zieken uiteraard, dat is ook een, een belangrijke doelgroep die we daarmee willen, willen meenemen. Maar het komt er gewoon op neer dat men eigenlijk kan gaan proeven van een tewerkstelling bij een andere werkgever of een andere sector. En als het niet bevalt, dan kan men terug. Als het wel bevalt, is de bedoeling om daar ja, een, een, een vast contract te krijgen of zo. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk, uh... Maar op die manier wordt uitzendarbeid eigenlijk als een soort flexibel instrument ingezet um, om tussenperiodes te overbruggen. Want zoals u weet is er een verbod op ter beschikkingstelling van personeel. Dus een, een bedrijf kan dat niet zomaar zelf organiseren. Daarvoor moet er, is er een uitzendkantoor nodig om, die, om dit uh, op, uh, op de reis te krijgen. Ja. ja, flexibiliteit is een woord dat hier uh, vandaag al veel gevallen is. <laughs> uh, we zitten ook op een conferentie over Total Workforce Management. Um, een deel van, van Total Workforce Management gaat ook over... Uh, outsourcing bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en dan kom ik even naar jou, Robby. Um, ik denk aan bijvoorbeeld aan een, uh, een RPO-programma. Um, is, is dat een tool om uh, flexibeler aan te werven? En, en zo ja. Misschien even definiëren, RPO, wat dat concreet inhoudt, dat is eigenlijk de afkorting van recruitment process, outsourcing. Wat eigenlijk betekent het geheel of een gedeeltelijk uitbesteden van de vaste recrutering bij een werkgever door een externe partij. Ik zeg volmondig ja op uw vraag van flexibiliteit. Om die redenen is eigenlijk dat een RPO-programma, zoals we dat noemen, kan inzetten op pieken en dalen die nodig zijn in de recrutering van vast personeel. We zitten in bepaalde marktsituaties, we zitten ook seizoensgebonden zaken die daar een impact op hebben. Of bijvoorbeeld een investering dat het bedrijf doet uh, en ook extra mensen moet aanwerven. En het is inderdaad zo dat dan een RPO-programma, dat wordt uitbesteed, daar perfect kan op inspelen uh, en zorgt voor de harmonie tussen vraag en aanbod, enerzijds, en anderzijds ook kostoptimalisatie kan doen. Ja. ja. Zoals je daarbij aan... aan. Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat we moeten ook een stukje innovatief moeten zijn en altijd meegaan met de noden van de bedrijven, want daarvoor bestaan wij als HR-dienstverleners. En, en, en ja, we, moeten, we hebben uitzendarbeid, werving en selectie enzovoort. Zijn, dat zal altijd blijven bestaan. Maar als er daarnaast noden van klanten zijn om hen te ontzorgen van bepaalde zaken, ja, dan, dan zijn dat ook perfecte mogelijkheden. En op die manier kan er ook trouwens de juiste mix gevonden worden tussen, tussen het, aan, of het zoeken van vaste medewerkers, het zoeken van een eerder flexibele schil, zoals wij dat noemen. Dus en, ja, ik denk dat daar alleen maar voordelen van zijn om, 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 om zoiets op poten te zetten. Ja. En uh, Anne, um, merk jij dat er in, in veel bedrijven al, al stilaan begint, na, uh, begint nagedacht te worden over de flexibilisering van, van, van personeel? Zij het zeker. via een RPO of zij het via andere, andere manieren? Wel, zeer zeker. Ik denk dat, uh, dat, uh, geen enkel bedrijf, maar zelfs ook geen enkele organisatie, en daarmee bedoel ik ook non-profit, uh, dat die nog zonder flexibiliteit kunnen. En ik wil het voorbeeld citeren van de zorg. Uh, dus daar is het uh, ook zo dat men eigenlijk heel veel beroep doet op, uh, op HR-dienstverleners om een aantal zaken rond flexibiliteit te gaan organiseren. Uh, en dat kan gaan inderdaad van, van, er zijn zoveel diensten die daar kunnen geleverd worden. Uh, er is bijvoorbeeld uh, om te beginnen al de, de recrutering, maar tegelijk ook opleiding. We kunnen ook uh, bedrijven helpen met, met het, uh, het samen organiseren van opleiding, gecombineerd met werken. Uh, we kunnen ook zorgen voor retentie. We kunnen zorgen voor well-being, dus eigenlijk het palet van diensten van de HR-dienstverlener ja. is, uh, is veel breder dan alleen maar uh, ja, ergens een uitzendkracht ja. te droppen. Ja. Het is een, een heel breed palet waarmee dat er, uh, waarbij dat er meegedacht wordt met de klant. En dat, ja. is, dat is eigenlijk heel allee, een essentieel punt. Ja, als ik zelf terugdenk, twintig uh, jaar geleden, toen ik begon als consulent in een uitzendkantoor, ja, toen, toen was er eigenlijk enkel maar uitzendarbeid, een beetje werving en selectie. Als je toen keek naar een HR-afdeling bij een klant, toen op dat moment, ja, dan had je personeelsadministratie en inderdaad iemand die zich bezighield met recruitment. Nu zijn er zoveel facetten binnen people and coaching in een bedrijf waar, waar inderdaad wij ook als, uh, als organisatie gaan op inspelen. Ja. ja, en dat zijn allemaal schakels die echt aan elkaar vasthangen. Ja, ja. oké, okay. dank wel.